Maar toch heb ik één moment op Curaçao gehad. En vermoedelijk was dat mijn beste cadeau wat ik gehad heb. Was mijn beste cadeau wat ik op mijn jaardag kon krijgen op Curaçao. En dat was het verhaal van een politieke partij, de NDP, die gedacht had een valse show te gaan spelen op Para. Door een heel scenario te creëren dat er VHP'ers zouden overlopen. En VHP'ers zouden zich aansluiten. En uiteraard is er een VHP'er gegaan op het podium. En het was een echte Bahadur die op het podium is gegaan. Zat met Bahadur. En ze heeft daar de hele show gestolen. In haar eentje. Op Facebook, Mrs. Susma Poti, dat unom konja, wat nou een NDP-vergadering na NDP organiseer. Meneer Gesho, ik wil u vragen om dit voor te lezen. Waar heb ik geschreven? Nee, u moet het zelf voor me voorlezen. Maar u moet het voorlezen en dan moet u me vertellen waar ik precies geschreven heb, dat die mensen niet moeten komen naar hier toe. Ja, begint. Mrs. Othelekba, ze heeft niet gezegd, je moet niet komen. Dat... Nee, ik ga niet lezen. Ik vertrouw u. De mensen die zich vandaag zoals overlopers noemen, die zijn overgelopen van de VHP naar de NDP. Ze waren nooit VHP'ers. Hebben jullie ooit een lidmaatschapsformulier van de VHP ingevuld? Kan je dat bewijzen dat je VHP'er was op papier? Kan je dat bewijzen? Laten we even uitpraten. Je moet het eerst kunnen bewijzen dat je VHP'er was op papier en dan ben je een overloper. Dank u wel, want ik mag mijn woord niet eens hier. Hier is die is. Een echte strijdster. Een echte haal. Dank je, Barassa. Waarom applaus voor Susma Bahadur? Je hebt daar laten zien, Susma, wat betekent VHP'er te zijn. Maar wat nog meer betekent, een VHP-vrouw te zijn. En dat je daar opgestaan bent en naar het podium bent gegaan en uitgedaagd hebt aan die hele groep daar zo. Waar zijn die echte VHP'ers? Want hier staat de echte VHP'er, maar daar konden die echte VHP'ers niet opstaan. En dat is een echte Bahadur die wij nodig hebben in onze politieke partij. En men heeft gezegd, de wijze waarop zij zich opgesteld heeft, was bijna een sheriff. Was bijna een sheriff waar. Maar we gaan je alvast benoemen tot deputy sheriff van Para. Deputy sheriff van Para. Ja, je bent pas compleet als je ook een sheriff bent. Het doet me goed. Ik wil u graag meegeven dat het een leerproces is voor mij. Ik ben er pas in de partij en zonder uw support kan ik niet verder groeien. Dus uw support heb ik uiteraard nodig, hard nodig ook, om me verder te laten groeien in mijn carrière, in mijn politieke carrière natuurlijk.